Hallo allemaal, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Thomas! Yay! Zo leuk! Mijn schat. Nou, we hebben echt een super leuk idee. Ja. Want we gaan beste en slechtste sushi van Amsterdam bestellen. Ja, ik bestel altijd Uber Eats. We doen wel Uber Eats. Ja, dus de beste en de slechtste. Met sushi ben ik best wel een beetje bang. Dit is toch wel gewoon echt vis en zo. Oh, lekker salsa shop van de kikker staat. Heb je nou zin in deze video? Vergeet dan zeker niet een blauwe duimpje omhoog te geven natuurlijk. Vergeet niet je girl te supporten door te abonneren. En ons te volgen op TikTok en Instagram natuurlijk. Gaan we naar sushi. Meest populair denk ik dan. Zo is beoordeeld. Ja, deze ook. Zullen we anders deze gewoon doen? Ja. Oh, dit ziet er wel oké uit. Ja. Dit is 4,8, 200 plus beoordelingen. Hey! Ik ga lijst zo wegbrengen, echt. Ja. Helemaal janken. Ja. ja. Ja, wat lijkt jou lekker? Oh, het is zo crispy. Gefrituurde. Vind je dat niet lekker? Nee? Want wat hebben we? We hebben nu die zalm. Oh, ze hebben echt veel. Ze hebben echt tering veel. Van dit of zo. Doe die maar, dat is lekker met avocado. Ja. En die wil ik. Vind je dat lekker? Of die doen? Ja, is goed. Ja, die. Ik wou echt bepalen. Oh, ze zijn zo lekker. Wat vind jij lekkers? Ik lust alles. Ja, gyoza's die maar. Welke? Chicken, hè? Ja. Chicken gyoza. Ja, dus we hebben die box, maar dat is 1 plus 1. Boontjes. Dragon roll, avocado. Zalm. Ach, ja. Nou, ja, dus het is, maar we hebben best wel veel, €62 voor de beste. Dus we gaan het zien. Met bezorgkosten erbij. Ja, alles erbij. We go to the worst. Dit wordt wat? En dan moet je dus helemaal naar beneden. Oh, hier vanaf hier is pas de laagste rating. Ja, deze hebben gewoon allemaal geen rating. Die high. Oh, dit is 3,6. Hi. En dat is dus dan dus het slechtst. Hi. Oké, we hebben wel 1 plus 1 gratis hier. Doen loempia's gratis. Ja, we doen wel 1 plus 1 loempia's. Dit doen. Want dit hebben we ook bij die vlog, bij die ander. Oh ja, doe maar. Het is wel leuk om te vergelijken. Stel je voor dat die slechte gewoon... Kan ook boontjes doen. Plot twist, ja. Want dan kunnen we dat ook vergelijken. Die misschien, want zoiets hebben we ook. Zo'n dragon roll. Ja, maar we gaan vreten. Ja, ik heb wel honger. Ze hebben echt wel veel lekkere rollen hoor. Ja, inderdaad. Zoek eens een review op. 932 euro. Duurde er lang. Oh, misschien kunnen we deze ook doen. Om te vergelijken. Ja, en toen de 2 uur. Nee, daar is... Precies door de bar aangekomen, zalm lag de stukjes ervan af. 3 uur aan het wachten. Nee. Ik heb het no ginger at all. Nee. Als ik op uitgekomen zou ik hier bestellen. Oké, we doen ook gewoon nog een keer gyoza's. Hier zijn we ook al €50 kwijt. Valt wel mee wat we hebben. We hebben loempia's, een rol, boontjes, nog een rol. Wel even. Maar heel voornamelijk veel over de bezorging, hè? Ja, maar ook wel over het eten. Het allemaal koud is en niet lekker. Oh. Die ander wordt al bezorgd. Oh. Nou. En deze? Oh nee, wacht, wow. 4, ja, dus... Ja, maar dat staat er. Ze staat er. Dat het 2 uur langer duurde. Oké, guys, nou wij gaan nu even wachten. Ja. Wij hebben besteld. It's gonna take a while. Ja. We houden ook de tijd bij. Ja. Hoe laten we die ander besteld? Die ander... Even kijken. Ja, die ander is gewoon letterlijk al onderweg. Die ander hebben we 12 minuten geleden besteld. Dus laten we zeggen om 4 uur. En deze om 5:10. Oké, nou ja, jongens. De best bezorgde is er al. Dat was er echt binnen 20 minuten. 20 minuten. Dat ging heel snel. En de slechts bezorgd, die staat nog steeds vast op preparing your order. Al een half uur. Dus ja, we gaan het zien. We gaan nu wel gewoon alvast met deze beginnen. Dan gaan we het daarna wel vergelijken met elkaar. Dit heeft sowieso al 10 punten voor de bezorging. En de snelheid. Ja, echt. Top! En het is echt gewoon niet eens, het is 5 uur, dus het is geen piekuur, het is maandag. Dus er gaat gewoon echt iets aan mijn fout. Daar. Oh my god, dat hebben we echt tering veel. Ja, maar hoe, dit was helemaal niet duur. Dit was helemaal niet duur en dit was best bezorgd. Oh, het is echt heel veel. Oh, lekker chili mayo's. Ja, dat had ik erbij gedaan. Oké, dus we hebben lekker boontjes. Oh, we hebben dit er gratis bij gekregen. Oh. Zeewier, dit hadden we niet besteld. Oh. Lekker! Oh my god. Oh. Hey! Ze hebben niet die paling.
Oh, het ziet er echt zo... Het lijkt altijd als je het bestelt op niet veel, maar als je het zo ziet... Het is echt tering. Dit krijg je niet zo. Nee, maar dat hoeft ook. Dit is dus die 1 plus 1 gratis box. Soms wil ik dit gewoon helemaal aflikken. Ja. Oh, kijk daar. Niet vallen. Jij bent bang. Ik ben altijd bang. Oké, en dan allemaal gember, wasabi. Is je dat altijd erbij? Ja. Ik ook. Oh, ik kan echt lekker. Wakker eten van dat. Ja, geweldig toch? Wat zit hierin? Oh, de gyoza's. Oh, jij van dit? Ik hou van alles. Ik ook. Ik lust oprecht alles behalve zoete aardappel. En oh, ja. Nou. De rest. I love everything. Ja, ik ben ook echt niet moeilijk. Gelukkig. Maar ik ben ook met alles opgevoed. Ja, ik moest alles eten. Ik moest alles eten. Ik, was het één hapje? Ik moest het proeven. Zeg maar, witlof en zo. Iedereen vond het altijd zo vies of spruitjes. Ja. Echt, veel meer ermee. Ja, ik vind het ook heerlijk. Ik vind het echt wel lekker. Oké, ik heb ook vragen, hè? Dat zag je, denk. Nou, ik had laatst met iemand een Q&A, dat had niemand een vraag gesteld. Oh. Nou, oké, 3. Maar ik vind 3 niet heel veel. Nee. Maar op zich hebben we denk ik wel best wel wat mensen vragen gesteld, hoor. Oh, oeh! Oh. Oh. Leuk! Dat is wel veel. Even eentje proeven en dan kunnen we beginnen. Ik ben heel benieuwd of dit nou echt de best bezorgd is. Best beoordeeld bedoel ik. Oké, ik ga gewoon deze doen. Dit is een zalm. Rol met garnaal erin. Oh, lekker. Oh. Ik vond die bosuitjes erop zo lekker. Heb jij nog nooit een mukbang gefilmd? Nog nooit een echte mukbang. Nog nooit echt zo in deze setting. Nee, oké. Okay. Nou, cheers. Okay, cheers. Dit is goed hoor. Ja. Dit is goed. Dit is lekker. Zit er goed dit tussen. Ja. Lekker frieten en dingen. Lianboutje. Leon Bout, oh my god, dat jij dat kent. Ik vind van jou. Oh, je kent het ook echt van mij? Ja, een video met al die snacks. Oh, dat was zo geweldig. Oh, dat was echt geweldig. Oké, misschien is het wel leuk om te beginnen met hoe kennen wij elkaar? Sarah en ik kennen elkaar via een Bilal Wahib concert. Ja. Daar hebben we elkaar voor het eerst gezien. Ja, toen was ik inderdaad nog helemaal niet... toen was ik dus even... Thomas is talent bij Habs & Louis. Dat was ik ook. En toen was ik ook even... Ik werkte er ook een tijdje. Maar toen was ik dus even niet aan het werken omdat ik mijn scriptie aan het doen was. En toen gingen we een beetje met Merel, Cecile en Maxime. Gingen we daarvoor even borrelen. En daarna naar het Bilal concert. En toen hadden we inderdaad elkaar... Oh, dat was ik helemaal vergeten. Dat was fun. Nou, echt gezellig. En toen hebben we elkaar daarna nog een keer gezien. Ja, verknipt. Oh ja! Wow, dat was ik ook helemaal vergeten. Helemaal verstrooid. We hebben nog foto's gestuurd naar Merel. Ja. Fucking mooi. Ja. En toen ging ik weer werken bij Habs. En toen werd ik Thomas manager. Ja. Fucking leuk. Dus, en toen werden we, toen ja, kwamen we gewoon meer in contact met elkaar, logisch. Want ja, je bent echt letterlijk bijna de hele dag met elkaar aan het praten. Ja. Over echt bullshit. Ja. En over, ja, gezelligheid. Echt over van alles. Ja, echt over van alles. En ja, dan zien we elkaar wel eens op events en gewoon op kantoor. Jij komt heel vaak op kantoor, gezellig. Ja. Weet je ook een beetje begaan zijn en zo. Nou, ik vond het echt leuk. Heel lekker ook. Mijn god. Dit is echt goed hoor, jongens. Dat is echt nodig. Ik ook. Oh, dit is echt wel heel lekker. Ja, het is echt heel lekker. Weet je wat ik dat doe? Ik pak dat zo'n stukje sushi. Ja. En doe ik als een dikke klodde wasabi erop, mag het hele neus openstaan. Lekker met zalm ook. Oh. Wat is dit alleen? Kip of zo? Ik weet het niet. Deze is een beetje simpel. Ik ga... Maar het is heel vers. De rijst is zeg maar heel zacht nog. Het is echt niet uitgedroogd. Oh, we hebben ook een beetje wasabi in mayo. Ik ga deze gewoon lekker maken met saus. Oh. Wat was jouw first impression? Wat waren jullie first impressions van elkaar? Nou, ik dacht echt, wat is dit voor een gezellige dorpje of zo. Zeg maar, je kwam niet zo stads over, maar gewoon heel, zeg maar, als je uit een dorp komt, dan neem je een soort van die gezelligheid mee. Ja. Een soort van, een beetje stads is een beetje arrogant en zo, vind ik meer. Omdat niet snel van leren kennen of zo, maar we hadden wel gewoon meteen interesse, zeg maar, soort. Ja. Maar kende je mij al daarvoor? Nee. Nee? Nee, maar ik keek al heel lang geen YouTube. Maar ik ben dus nu weer begonnen met YouTube te kijken. Ja. Oh, een paar maanden geleden weer. Want ik was echt een YouTube, echt. Ik keek alleen maar YouTube vroeger. En toen ik TikTok een beetje kreeg, toen stopte ik met YouTube kijken. Ik kijk zelf dus ook bijna geen YouTube meer. Maar ik vind YouTube wel heel leuk om te doen. Ja, ik kende jou wel al, gewoon van TikTok.
Oh, funny. Ja. Ja, maar ja, wie kent jou niet? Echt serieus. Ja. Maar dat is echt, want jij hebt gewoon... Oh, daar is het. Mm. Nou, daar gaat ze hoor. Dan kijk Sarah lekker niet, dan ga ik dit lekker allemaal mijn eentje opbrengen. Dit meen je niet. Dat is de fucking buurman. Oh. Ah, wauw, dat is echt heftig. Je mag het omlopen. Ja. Maar mijn first impression was gewoon tering grappig. Fucking leuk. En ik vond het heel leuk dat jij toen die tijd... Toen maakte je een beetje video's nog over met je kamer opruimen en zo. Ja, dat je soms niet met je mentale gezondheid en zo. Dat vond ik echt leuk. Dat jij gewoon zo jezelf was. En ja, ik weet niet. En niet iedereen doet dat, hè? Nee, helemaal niet. Dus daarom vond ik dat juist knap. En ik ben ook iemand die echt super open echt over alles is. En juist dat soort dingen bespreekt. Ja. Gewoon ook in mijn vlogs, ook al heb ik een kutdag of weet je wel. Ja, altijd ja. Zo zielig. Maar dat was de laatste weer vlog. Wat? Dat was echt... Ochtends, je hebt echt een kutdag. Ik ga vandaag niet vloggen. Ja. Toen eind van de dag. Het gaat weer wat beter. Ja. Dat voel ik zo ziek. Ja, maar ja, dan, ja, zo ben ik ook gewoon. Dus toen dacht ik echt van, oh, ik vind het echt leuk dat hij dat doet en zo. Oh, dank je. Ja. Zo lief. Dus dat was een beetje mijn first impression. En toen ik je in het echt ontmoette, dacht ik echt, oh, hij is echt gewoon precies hetzelfde. Gewoon fucking gezellig, leuk, echt nou, cute. Nou, ik was altijd wel zenuwachtig hoor. Om ja. Mensen te ontmoeten. Maar ik heb maar altijd anxiety. Maar ja, dat heeft... Ik snap het wel hoor. Veel mensen wel, denk ik. Is ook altijd eng, maar ik was dan met Siel en Merel en die kende ik natuurlijk al heel goed. Dus dan voel je al sowieso wat meer chill of zo. En ik vond jou en Maxime echt zo cute. Nou, ik vond het echt gezellig. Het was ook echt gezellig, dat ding. Ja, dus ja, het was echt super gezellig. Dus ja, dat was... Toen kwam Antoon, die kwam allemaal langs. Ja. Iedereen kwam. Maar echt. Echt. Oh my god. Het was echt top. Jij bent toen nog met hem op de foto geweest. Ja, fangirl. Ja. Echt cute. Ja, dat was wel leuk. Zitten wij in relaties? Ja, allebei. Nee, jij hebt het al publiekelijk gemaakt, hè? Ja. So cute! Max, dat is de vriend dus van Thomas, is zo leuk. Max, ik weet dat je het kijkt. I love you. Nee, ik vind het zo gezellig dat je vriend ook de laatste tijd er vaak bij is en zo. Ja, maar hij vindt het ook leuk. Ja. Hij vindt het echt leuk. Hij wil gewoon... Maar ik vind het zo cute. Jullie zijn echt zo schattig. Oh. Oh no. Lekker dus. Ja, echt heel goed. Rijst is... Oh. Lekker zalm. Oh, dit denk ik... Nou, ik vind de crunchy altijd lekker, maar dat is niet mijn favo. Dit is echt... Ik hou meer gewoon van zalm en avocado. Ja? Je bent gewoon simpel... Ja, zeg maar, ik vind crunchy wel lekker, maar niet het allerlekkerste. Nee. Maar weet je waarom het zo lekker is? Die rijst is heel vers. Ja. Dus het valt eigenlijk bijna letterlijk uit elkaar, zo vers is het. Maar dat maakt het echt top. Lekker mayo erop. Weet je dit? Ja, ik vind het echt goed. Ik snap wel dat het hoge rating heeft. Oh, wacht. Ik moet die sausje bij. Oh ja. Ja, Stan, heb je... Jawel. Bij de borrel. Oh ja, bij de borrel. Bij de borrel. Ja. But I don't remember that much from the borrel. But... Nee. I was getting so tipsy. Toen was het ook wel druk. Ja, het was echt op het geluid stond zo hard. Ik kon echt niet fatsoenlijk praten. Nee. En daarnaast heb ik hem niet echt gezien. Maar ja, mijn Stan, die wil ook niet echt veel beeld en zo. Maar ik vind het op zich niet erg. Nou, ik vind het helemaal niet erg. Maar ja, daarom is hij ook niet echt vaak bij events erbij of zo. Dat is gewoon niet helemaal zijn ding. Nee, dat snap ik. Ja, die van mij die wil altijd mee. Nou, ja, vaak leuk. Dat van, oh, kan ik niet mee. Soms kan je niemand meenemen, dan is dat wel een story. Oh, echt lekker. Mm-hmm. Je moet echt niet te veel gaan eten voor die andere zo. Nou, helemaal blij mee. Ja, deze is echt heel erg lekker. Goed gekeurd, jongens. Ja. Wat vinden jullie het minst leuks aan Amsterdam? Toeristen. Ja. Mm. Echt. Niet dat ik dat niet ben soms. Ik loop niet soms ook rond van de fuck me heen. Toeristen eigenlijk. Maar zo irritant, vooral Britten. Oh, ze praten zo luid, maar het is ook heel grappig. Maar ze zijn zo asociaal. Ja, ze zijn zo asociaal. En gewoon, soms is het zo irritant dat alles hier naar wiet stinkt. Maar vooral het centrum, weet je wel. Dat vind ik wel echt... Op sommige plekken in de stad moet je gewoon niet komen. Nee. Want het is gewoon vreselijk. Het is gewoon echt... Vooral op een zaterdag of in het weekend. Op een zaterdag, oh mijn god. En dan zeg maar, toen ik in Amsterdam woonde, ik moest zo vaak fietsen hier. Nou, ik wil nooit meer hier fietsen. Nee. Ja, ik ben lekker op mijn scoot. Dat vind ik echt geweldig. Ja, ik durf het niet. Nee. Ja, Thomas ging één keer achterop mijn scooter. Zit alleen maar...
stop, oh my god, wat gebeurt? En het was ook wel glad, dus het was een beetje eindig en zo. En hij zo, stop, kijk uit. Ah, toen gingen we naar SoPR. Drama Queen. Ja, nou ja, het ging IJsland, hartstikke goed. Ja, morgen weer, oh, zin in. Ja, oh, ik ook. We gaan morgen even meeten. Ja, je kan... Ik ga zo ook naar kantoor komen. Ja, wat jij handig vindt. Voor mij komt het eerst naar kantoor. Dus het is, ja, wat jij wil natuurlijk. Ja. Je kan een kantoor komen, maar... Ja, is goed. Ik ga morgenmiddag eens pannenkoeken eten of poffertjes. Oh. Dat is zo'n tent die ik op TikTok zag. Ja? Waar? Oh my god, ik heb echt geen idee. Oh. Het zit echt, volgens mij zit het bij de Dam in de buurt. Oh. Dan zitten allemaal echt hele lekkere poffertjes en zo met chocola, met banaan. Oh. Maar ja, dan ben je wel dicht bij kantoor. Ja, ik weet de weg nu uit mijn hoofd. Oh, nou ja, we zitten echt letterlijk bij de Dam. I know. Dus ja. Ik stap altijd uit bij om de hoek bij Westermarkt. Mm. Daar stap ik altijd uit volgens mij. Nieuwmarkt. Nieuwmarkt, ja. Nieuwmarkt. Oh my god. Dat is zo lekker. Wanneer kom je nou naar Amsterdam? Ja, dat is bezig. Ja? Het is bezig. Oh, ik kan niet wachten. Nee, ik ook niet. Je bent er nu al natuurlijk heel vaak, maar... Ik ben er echt 3 keer per week. Mm-hmm. Maar ik heb nu OV-abo, hè, dus ik kan heel makkelijk op en neer reizen. Vanavond ook weer naar huis. Ja? Ja, en dan morgen niet... weer terug. Zeg maar, ik moest Max gisteren op de trein zetten. Ja. En het duurde 1,5 uur en hij vond het echt lang en zo. Hij dacht echt van, oh my god, respect. En ik ben, ja, precies, maar ik zit echt van, oh my god, ik doe dit echt soms. Ja, jij doet het de hele week door. De hele week. Ja. Nee, ik ben ook echt verwend sinds ik hier woon. Eerst moet ik ook altijd met OV heel lang. Maar nu... Zit er bij jou überhaupt een trein? Moest je met de bus? Oh, dat is wel kut. Mm-hmm. Ik heb gelukkig geen trein. Maar nou, het duurt nog steeds lang. Ik moest met de auto naar de bushalte. Oh, maar dan word je echt in een gat. Ja. Okay. Je hebt geen bushalte bij mij. Oké. Okay. Dus ik moest de auto naar de bushalte. Ben je met de fiets bij de bushalte? Nou ja, dat was echt 20 minuten. Oké, okay, dat is wel lang. Dat ga ik niet doen. Oh, dan word je echt ver. Ja. Maar het valt, zeg maar, van Amsterdam, van hier naar mijn huis, is een half uurtje met de auto. Ja, maar het OV, ja. Zeg maar, als je net in dat... Als je zeg maar net treinsporen hebt en je zit net daartussen... In het midden, dat heb niks... ik. Ja, dat is echt kut. En ik woon zeg maar midden in het Groen Hart. Dus daar mogen ook geen treinrails zijn. Dus daarom is het helemaal kut. Mm. Dat is gewoon een altijd gezeik. En nu ben ik gewoon helemaal blij dat ik hier woon. Wat I get het? It. Maar ja, zoen ben jij. Wat is dit, ja. Valt gewoon uit elkaar. Ja, maar ik heb zoveel zin om gewoon mijn hele keuken, stationery. Ja. Ik ga alle kruiden kopen en ga er allemaal een apart potje doen met zo'n label erop. Ja. En dan ga ik de hele koelkast met alleen maar Cola Zero. Met... Oh, ja, ik ga niet met allemaal flesjes water, vind ik allemaal onzin. Nee. Maar gewoon, oh, zoveel zin. Maar heb je wel iets op het oog? Had ik, maar ja, toen ging dat niet door. Dat gaat misschien nog wel 20 keer gebeuren, zeg maar. Nou, ik vind het zo lekker. Ik vind het ook heel erg lekker. Ik zit helemaal te genieten. Oh. Oké, okay, poging 2. Ja. Iets meer dan 3 kwartier, 50 minuten. Ja. Het valt nog mee. Valt nog mee. Maar ik zweer, dit was een kind van 12. Skipping donuts. Ja. Het was een kind van 12, hè. Ik zweer het. Ik dacht echt... Het is mijn buurjongen of zo die weer... We hebben de buren weer. Oh, maar hij staat ook gewoon nog steeds op dit. Ja, dat is wel slecht hoor. Dat is heel slecht. Maar ik heb het ook wel vaak met thuis bezorgd. Het duurt nog een uur. Ja. Nou, het is er binnen een half uur, maar het staat er dat het een uur duurt. Heel sausig. Weer soja en wasabi, geen gember. Ja, maar dit is allemaal wel. Yo, die avocado ziet er wel echt gewoon wel als je kijkt het verschil. Hey schat. Ja. Dit komt nu in zonnebril. Het ziet er echt zielig uit. Ja, maar dat zei dus op de reviews ook dat het helemaal was omgevallen. Ja, kijk dit verschil jongens. Tussen die avocado. Ja, dat is al puntje 1. Nou, dit ziet er op zich oprecht lekker uit. Maar hier hebben we bijna evenveel voor betaald als dit, hè? Ja, dus het was duurder. Het was duurder en... Ja, ze heeft wel een grote bakje bonen. Ja, dat wel. Het is nog wel warm. Ja, dit is helemaal nat. Moet je voelen. Eww, wat sompig. Huh? Dit is groen. Is het vegetable of zo? Ja, ik denk dat dat hoort. Dat ja, ik denk dat het ook hoort. Oh ja, en we hebben lumpia's. Heel zielig uit gewoon. Ja, dit looks kind of... Ja, nee. Deze rollen waren gewoon tering duur. Ja. Hier hebben we denk ik 30 euro voor betaald of zo, voor deze twee rollen. Ja.
Maar het ziet er wel lekker uit. Ja, het ziet er wel lekker uit. Nou ja. Dit ziet er alsnog wel, kijk dan dit. Ja. Of dit. Zie je ook wel weer verschillend haar. Dus kijk, dit ziet er zo uit. En dit ziet er echt zo uit. En dit zo. Ja. Zo leuk dat je in de mukbang bent. Of course. I'm gonna taste. Ja. Wat heb je? Oh. Een boon? Het lijkt heel zacht. Te zacht doorgekookt. Mm. Die is wel crispier. Ja. Echt hoor. Grappig om een keer het verschil te echt proeven. Wat zou je zo alleen dit bestellen? Echt... Heel erg kleurverschil. Ja, maar het is... Ja. Mm. Ik denk dat het een beetje doorgekookt zijn. Oké, ik ga eens deze, die gyoza proeven. Heel benieuwd wat het is, want het ziet er echt als kots uit. Mm. Nee. Nee? Het is geen chicken gyoza. Maar ze hadden ook maar één keus. Het was gewoon gyoza. Ik denk dat het groente is. En de lumpia. Zit hier ook geen saus bij? Nee. Geen chilisaus? Nee. Nou. Nou, misschien is dat het aankruisen. Maar het is wel raar. Ja. Dat dit niet. Dit is gewoon een lumpia. Ja, dit is gewoon een lumpia. Eeuw. Wat is dat? Is het een haar? Dat is niet mijn haar. Ja, dat... Alright. Oké. Okay. Ja, prima. Ja, dit is gewoon een Vietnamese lumpia. Ik ben heel erg benieuwd naar dit. Want deze paling is wel tering lekker altijd. Maar ze lusten dat nooit, hè? Nee, nee. Niemand wil dat ooit. Het is ook zo heel raar omheen. Ja, ten eerste... Nou ja, jammer dat we die andere al opgegeten hebben. Maar deze is denk ik de helft kleiner. En alleen maar rijst, wat? Ja. Kijk, we zijn nu wel echt heel kritisch. Normaal zou ik het gewoon in mijn bek duwen en opeten. Maar het is veel kouder. Ja, het is niet heel slecht. Nee. Maar je proeft wel verschil. Je proeft dat het gewoon veel verser is of zo. Nu zo één. Ik denk dat dit op zich nog wel lekker is, hoor. I hope not. Gewoon lekker. Ja. Maar wel iets kouder. Nou, iets minder smaak. Ja. Minder textuur. Ja. Grappig dat je toch wel echt heel verschil proeft. Ja. Stel ik zou bijvoorbeeld alleen dit besteld hebben, zou ik het waarschijnlijk gewoon super lekker vinden. Ja. Maar omdat je dan heel erg het verschil proeft. En de stukjes zijn veel kleiner. Ja, valt mij ook wel op. En veel meer op elkaar gepropt. Ja. Oké, nu ga ik deze proeven. Oh, eeuw. Het is helemaal niet lekker garnaal of zo. Er zit gewoon iets van... Groente in? Groente, ja. Niet eeuw, maar... Avocado, ei en komkommer, denk ik. Het is niet vies, maar ook veel minder smaak. Ja. Nou, dat is wel te doen. Ja, het is gewoon prima. Het is niet mijn vorige slechtste bezorgd. Dat was gewoon echt... Wat dan? Het was een pizza. Nou, die was echt gewoon niet vreten. En alles was fucking koud. Kapsalon, nou, de friet was gewoon in de olie, rauw, gewoon niet gebakken. Nee, niet te eten. Dat was gewoon echt letterlijk niet eten. Dat wil je gewoon echt de prullenbak ingooien en iets anders, maar dat heb ik met dit niet. Te heftig. Maar je ziet wel echt duidelijk verschil tussen de best en de slechts. Ja. Oh ja. Dit is echt een heel groot verschil. Hier zit echt gewoon drie dubbele hoeveelheid avocado in. Ja, en dit... Dit is echt één mini reep. Ja. Ik ga nog eens één keer van die beste even eentje proeven. Ja. Kijken of ik heel erg verschil merk. Nou. Veel lekkerder. Veel meer textuur. En. Veel meer smaak. Dat klopt meer. Nou, Cecile, waarom is het zo leuk om als student te zitten bij Habs? Als je dit zegt, dan zeg. Waarom het zo leuk is. Het voelt als een grote familie. En je voelt je heel erg gewaardeerd. En ja, ik heb Sarah elke dag. Hey! Hey schat! Ze wordt zo gek van mij. Nee, echt totaal niet. Nee, ik vind jou alleen maar gezellig. En weet je wat het ook is? Ik heb natuurlijk ook mijn businessnummer. Dus ik kan er ook zelf voor kiezen of ik het open of niet. Dus daarom, ja, maar daarom kan iedereen maar gewoon... Heel vaak krijg ik een bericht. Thank you for this message. Altijd. I'm not available right now. En dan 5 minuten later. Hey! Altijd.
Nee, maar dat is meer gewoon voor klanten en zo. Maar ja, dat staat gewoon automatisch ingesteld. Volgens mij buiten kantooruren dat je dat berichtje krijgt. Ja. Ja, het is wat, inderdaad. Is via dezelfde telefoon? Ja. Kijk, zeg maar, ik heb hier gewoon WhatsApp. Of hier gewoon WhatsApp. En hier WhatsApp Business, ook geen meldingen voor aan. Ik zeg ook altijd, spam mij dood, want het boeit me letterlijk niet. Het boeit me echt niet. Nou, goed om te weten. Ja, en het is ook heel overzichtelijk, want je appjes raak je niet kwijt tussen je privé-appjes. Of je privé-appjes raak je ook niet kwijt door al die want, appjes. Meer van ze zullen er wel lijken, maar waarom hebben zij dan geen... Ja, weet ik niet. Dat heb ik ook niet. Ja, ik vind het alleen maar super overzichtelijk, want ik mis niks. Ik mis niks qua privé en ik mis ook niks qua business, want ja. Het is gewoon heel erg geordend. Ook die wasabi zo... Die ziet er ook heel anders uit, hè? Het is minder groen. Veel, ja, waarschijnlijk nepper of zo, misschien. Ik vind deze ook sterker ruiken. Ja, deze ruikt muf. Ja. Deze ruikt heel muf. Muffig. Zo! Deze ruikt gewoon letterlijk naar niks en dit... Het is gewoon zieke wasabi geur. Ja. Grappig. Nou, ja. De pest is al wat zacht. Nou. Ja, dan kunnen ze ook gewoon... Want volgens mij maken ze die zelf. Ja, dit kan... Ja, want een vriendin van mij werkt in een sushi tent. Ik moet altijd hetzelfde wasabi zo maken. Ja. En gaan besnijden. Ja. Ja. Ik vind... Ik pak toch lekker die... die best bezorgd hoor. Zo, deze tafel vol. Ik ga stuk. Nou. De hele tafel vol. Dat zien jullie niet. Maar... We hebben a lot of food. Ja, maar inderdaad, het leukste bij Habs vind ik ook gewoon dat iedereen heel veel contact met elkaar heeft. En dat we lekker gezellig met elkaar naar events gaan en mensen op kantoor langskomen. Het is niet, zeg maar, het is wel zakelijk, maar het is ook gewoon gezellig. En ja, in ieder geval, het is wel professioneel, maar gewoon... Ja, maar je hebt ook plezier in zo. Ja, je hebt er ook plezier in. Het is niet zo... Geforceerd ja, van zo, werk. Nee, zo van, nou, leuk dat je op de meeting bent. Weet je, dat is meer gewoon... En wij hopen daarmee ook te bereiken dat... Iedereen nog ook gewoon open terug naar ons is, weet je wel. Want wij kunnen daar dat juist alleen maar waarderen. Ja, precies. Geloven jullie in toeval? Ja. Ja? Hoe vaak ik tijdens deze video heen en weer ben gelopen? Ik zit echt vol al. Ja, ik durf het niet te zeggen, maar ik... Oh, schat, dat mag ik gewoon zeggen. Maar, even die vraag... Geloof je in toeval? Ja, ik geloof echt in toeval. Ja, ik geloof dus niet in toeval. Ik geloof dat alles gebeurt met reden. Oh, snap je? Op die manier. Ja. Dus toeval, dus dan is het toevallig dat het zo... Nee. Echt. Zeg maar, ik had Max zeg maar ontmoet bij de appie. En dat was wel een leuk verhaal te vertellen, dat toch? Dat was oprecht toeval. Maar het toeval niet, met had, een... Het had niet anders moeten zijn. Nee. Zeg maar, dat had moeten gebeuren toen, anders was ik niet geweest waar ik nu was. Ja, dus dan is het dus eigenlijk een soort, wel toeval, maar er zit een soort onderliggende... Onderliggende zeg maar, niks, alles gebeurt met een reden, zeg maar dat. Ja, nee, dat geloof ik absoluut. Ja, dat heb ik ook 1000%. Ja. Iets kan niet zo toevallig, nee, dat is dan gewoon, dat had dan gewoon zo moeten zijn. Ja, klopt. Nee, dat heb ik ook heel erg. Deze boontjes zijn echt 1000 keer lekkerder. Ja. Wat voor ster geef jij de beste? Van sterren is de beste. Ja, de beste beoordelen. Hoeveel sterren? Een 4,8 wel. Maar wat, hetzelfde wat op Google stond. Was dat 4,8? Ja, volgens mij 4,8 of 4,9. Ja, ik vind 4,8. Zeg maar, het is echt heel erg lekker. Ja, heel vers. Maar ik vond dat ze niet heel veel keuze hadden. Nee, ze hadden niet veel keuze. En ik vind, ja, sorry dat ik het zeg, maar ik vind dit echt heel cheap staan. Ja. Ja. Dat hadden ze beter niet kunnen doen. Nee, dat hadden ze beter niet kunnen doen, inderdaad. Maar het kwam helemaal goed aan. Ja, het kwam maar, goed aan. Niks was ongevallen. Maar ze hadden niet heel veel keus. Nee. Maar het was heel snel. Ja, het was heel snel. Het is al het kwaliteit is top. We hebben zelfs iets extra's gekregen. Zeker voor haar en papa. Ja. En hoeveel geef je de slechts bezorgde? Ik zou hier gewoon nooit meer bestellen. Nooit meer. Het duurt lang. Het is matig, zeg maar. 3. Ja. Voor bezorging? 1. Nee, 2. Deze twee raar. Ja. Zeg maar, misschien dat ik het vroeg is, hè? Ja, dat is, zeg maar, het is 5 uur. Ja. Dus stel we hadden dit om 6 uur besteld, dan was het waarschijnlijk om 8 uur aangekomen. Ja, oké. Okay. Het eten zelf, het is het gewoon net niet. Ik geef het een 3,8. Het eten of het in totaal? Het eten, ja. Ik geef het eten een 3,5. Ja. Zeg maar van de 5. Nee, het is gewoon net niet, inderdaad. En vooral helemaal in vergelijking met als je net dat hebt gegeten, dan is het gewoon echt... Ja, maar het ziet er ook zo geplet uit. Ja. En bij deze is het helemaal niet. En het is nog hoger. Ja. Dus ik snap niet hoe dat kan. Nee. Hoe kwam niet op bezorg met de fiets? Of heb je niet gezien? Het was een kind van 12. Nou, dat mag ook niet, hè? Nee, dat mag helemaal niet.
Maar ja, daar kan de restaurant ook niks aan doen, want het is gewoon Uber Eats. Dus het staat ook gewoon nog steeds op dit. Ja, dat is ook wel slecht. Ze houden het niet bij. Dus het staat gewoon alsof het nog in de making is. Maar misschien is het dan wel gewoon illegaal een kind die voor hun fietst of zo. Ja. Nee, ik vond het wel leuk. Ik ook. Ik vond heel het wel erg leuk. Lekker. Ik vond het ook heel leuk dat je in de video was. Oh, ik zit ondertussen elke week bijna in de vlog. Ja, zo leuk. Oh, de aankomende vlog is zo leuk. Die staat al online voor jullie. Maar we zijn inderdaad met die première samen geweest. Vrijdag gingen we lekker borrelen, daarna uit. Nou ja, uit, ja, was gewoon uit. Ja, het was echt helemaal gezellig. Dan gaan jullie ook de vriend van Max zien. Die heeft ook een heel stuk gevlogd. Ja, de vriend van Max. De vriend van Thomas, Max. Weet je, daar was je bij. Nou, volgens mij was ik wel dronken. Ja, maar ik was letterlijk al dronken na die eerste champagne. Want ik had de hele dag niks gegeten. En ik gooi echt zo'n glas champagne erachterna. Ik was al klaar. Oh my god. Moet echt vaker doen. Was echt leuk. Nou, jongens, bedankt. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Ik vond het fantastisch. We gaan dit vaker. Ja, we gaan dit vaker doen. Laat ons weten wat we dan voor video moeten doen. Dus wat voor eten. Moeten we nog een challenge doen. Kut, je hebt helemaal geen TikTok gemaakt. Bedankt. Volg ons TikTok, Instagram. Staat allemaal bij. Like en subscribe. Hey. Doei. Doei doei. Yes, I'll be on my way now. Just give me a...